gisteravond. Thank you.
zetten. Ik ga het op een andere manier vertellen. Veilen is het in het openbaar verkopen van producten waarbij de prijs wordt bepaald door de koper. En nou zegt u van, oh ja. Want we hebben natuurlijk in de wereld twee soorten veilen. We hebben het veilen bij opbod en we hebben het veilen bij afslag. En als we praten over bij opbod, dan hebben we het over de kunst, de vastgoed en de antiekhandel. Als we dan een schilderij op zo'n veiling hebben, dan wordt daar een inzetprijs voor genoemd. En als dat wordt geboden, dan vraagt die veilingmeester telkens wie biedt er meer. Dus dat bedrag van zo'n schilderij loopt op en dat loopt op tot in het oneindige kan dat doorgaan. Ik weet niet of u het heeft meegekregen, maar zo'n 10 weken terug hebben ze in Amerika een schilderij van Leonardo da Vinci verkocht. Voor $400 miljoen. En dat had nog niet eens het eindbedrag hoeven zijn, als er niet nog een handelaar had gezegd van, oh joh, doe er maar een miljoentje bij. Ja, waar praten we over, hè? Echt. Maar dan noemen ze het dus veilen bij opbod. Wij kennen hier echter het veilen bij afslag. En voor 70 schuimpjes, hij schudde zijn hoofd en krapte zich achter zijn oren. Tot zover ging het goed, hè? En toen zegt hij dus tegen zichzelf, lieve hemel, wat liggen hier nog veel schuimpjes. Voordat ik eens aan de beurt ben, dan is de dag waarschijnlijk om. Ik denk dat ik mijn handel beter kan veilen, maar dan andersom. Hij kende dus dat systeem waarbij de prijs oploopt, maar Dirk die bedacht op dat moment, als ik nu eens hoog inzet, veel te hoog, dan ga ik eens kijken wat de gek voor mijn bloemkolen wil betalen. Dus wat doet hij? Hij zet hier zijn strot open en hij roept hier overdag meer over al die handelaren en tuinders die hier bezig waren. Maar jongens, wie wil er 16 cent per bloemkool voor mijn hele handel betalen? Nou, inderdaad, toen reageerde er ook niemand. 16 cent was veel te duur en dat wist Dirk Jongeling natuurlijk wel. Dus toen bedacht hij, dan ga ik gewoon zakken met mijn prijs. Dan ging hij ter wereld. Tegenwoordig is er natuurlijk wereldwijd een begrip. Alle verse producten worden op deze manier verkocht en dat noem ik de bloemen. Bloemenveilingen over de hele wereld zijn veilingen bij afslag. Ik noem bijvoorbeeld de visafslag. Het woord zegt het al. En alle groenten en fruit, en zelfs eieren, werden bij afslag verkocht. Maar dat is hier dus op deze plek waar u zit. Ja, ik heb een veilig druk, dan kan je horen van lullen over je katten. En Guur is mee. Mensen, we hebben uien voor jullie meegenomen. Aardkwaliteit. Dat zijn jullie wel gewend, want je rijdt zelf ook in kwaliteit. He? Dus, Dames en heren, dank de Blokker en zijn kleindochter. En Guurtje, dat is de oudste van de jongste. Ja. Zo, ga je gang. Dat is je trots en toeverlaten. Ja. Je kan er ook gerust maar binnenkomen, hoor. Ja. Nou, dames en heren, we kunnen natuurlijk allemaal zien dat dit Tuinder Blokker is. Dat konden de handelaren ook zien. Want Tuinder Blokker heeft het authentieke veilingbordje op zijn product staan. Daarop staat namelijk Jacob Nico Blokker Keeszoon. En dan staat er in kleine kapitalen nog achter OK. Dat houdt niet in dat die tuin er oké is, hoor. Nee, dat is gewoon de afkorting van Oud Kaspel. Want er woonde namelijk ook een J.N. Blokker Keeszoon in Sint Pancras. En die had er dan achter staan. Ja, leuk is dat, hè? Ja. Nou, we kunnen ook meteen zien wat die te verhandelen heeft, want zij hebben er met een krijtje opgeschreven dat ze op dit moment 65 kilogram uien komen verhandelen. Dat is wel een heel klein beetje nog, Blokker. Ja, ik had het in de kelder staan. Een beetje, dit is aardkwaliteit. Kijk, dat geef je niet aan iedereen. Nee, dat is zo. Deze mensen houden van kwaliteit. En ik zei wel vertellen, met die open tochtige dingen, ja, 4 van die uitjes mee naar huis toe, onder je matras doorsnijden, onder het matras, nou, maar je kunt de kat helemaal omlaag. Want ziek worden doe je niet. Nee. Wil je ziek worden, dan moet je zo in je oksels doen. Dat deden wij vroeger doen. Scholen. Ja, zweten. Ja. Dan blijft het niet, dus u mag rustig met uw armen over elkaar blijven zitten. Dat zeg ik. Dan drukt u even op het knopje voor u in het bankje, daarmee zet u die wijzer stil op het bedrag. En aan de linkerkant ziet u een heel paneel van nummers. Die nummers die corresponderen met de nummers van de zitplaatsen van de handelaar. En de handelaar die... Bent u er klaar voor? Yes. Ja, u zegt ja, maar ik zie nee. Die hadden namelijk hun vingers op de desk en de duimen op de knop. Want daarmee laat je namelijk niet zien dat je geïnteresseerd bent in iets.
Want als je zo blijft zitten, en je denkt, nou, dat is een mooie prijs, en je kunt rustig de beweging na de knop, dan hebben 99 andere handelaren dat gezien en u bent gegarandeerd te laat, want ze gunnen je hier het licht in de ogen niet. Ik zou zeggen, duimen op de knop, dames en heren. Ik laat die wijzer een klein stukje terugdraaien. De inzetprijs van die kilo uien is 1 euro bovenin. Daar begin ik pas te tellen. Dus ik breng hem 20 cent verder naar de 1,20. En dan ga ik tellen bij de euro. 90 cent, 80 cent, ik ben benieuwd. 60 cent, 50 cent, 53 cent. Voor handelaar 8. Ja. Dat bent u. Ja. En de wijzer staat op 53 cent. Houdt u een beetje van uien, mevrouw? Ja, gelukkig. Want de komende 7, 8, 9 weken zit u thuis aan de hunspot. Uien, gestookte uien, vooral heel veel rauwe uien. Want mevrouw, u bent op het ogenblik de trotse eigenaar van 65 kilo uien. Wat zegt u? Nee, wij hebben de prijs. Nou,
prijs van deze hele witte kool, €2,50 beneden, dames en heren. Daar gaat die €2,50, €2,40, €2,30, €2,20, €2,10, €2. We hebben hem op €1,95 voor de witte kool. €1,95, handelaar 14 aan deze kant. Meneer, gefeliciteerd. Ook u een kom vanavond. Alsjeblieft. Mevrouw, gefeliciteerd, u bent zwanger. Alle tuinders die betalen hun contributie om hier bij de coöperatie aangesloten te zijn. Ja, vanuit die contributie werden afslagen betaald. Omdat zij
ook een record gevestigd heeft, maar dan op de 21 kilometer en gedaan in 2 en nog wat uur. Dan kom ik aan het mooiste natuurlijk van dit, want hiervoor doen we het. Ja? Mag ik John? Want Nico is bestuurslid en die krijgt niks. Voor het volgende jaar. Oké, dank.